Iedere Antwerpenaar kent de onsterfelijke hymne van de Strangers. Antwerpen, ga zich ga vermaai, de stad waar is ik zijn geboren. Maar hoeveel Antwerpenaren zijn er effectief geboren in Antwerpen? Van eentje weet ik het zeker, en dat is Chef Gerards. Want Chef Gerards schrijft erover in zijn boek Gangreen 3, in het teken van de hond. Hij heeft het in dat boek ook over het stoelstraatje waar zijn grootouders langs vaderskant woonden en over de Vlasmarkt, de andere kant uit waar zijn grootouders langs moederskant woonden. En het belangrijkste straatje ligt daar tussenin en dat is het Haarstraatje. Evenwijdig aan de Suikerui, een klein straatje waar Chef Gerards werd geboren in nummer 11. Chef, we zijn vanochtend aan de hand van jouw boek, Gangreen 3, teken van de hond, zijn we langs de Stoelstraat geweest, de Vlasmarkt geweest en uiteraard ook de Haarstraat, waar zo dadelijk de ceremonie is. Nu heb ik een vraagje. Voelt Chef Gerards zich nog altijd een Antwerpenaar? Ja, natuurlijk. Dat kan niet anders, hè. Oh, ik zou... Mijn vrienden zouden kwaad zijn, mijn Antwerpse vrienden zouden kwaad zijn als ik zou zeggen, ik voel mij... Een homo universalis, hè, zo'n beetje uit de hoogte. Nee. Ik kan nog goed aan het waar op zoek zijn. Ik ben een echte senior. Er zouden er heel wat jaloers op zijn, hè, want we zouden allemaal senioren willen zijn. Maar... Binnen de wallen, hè, ben ik eigenlijk geboren. En hier heb ik, de Haarstraat de eerste 6 jaar van mijn leven gewoond en met mijn grootvader hier rondgewandeld en zo. Je zult dat straks wel horen als ik dat zeg. Nee, ik voel me nog altijd Antwerpenaar en senior. En wat is de mooiste herinnering die je nog hebt aan Antwerpen? Want je hebt heel wat meegemaakt, maar vooral in je jonge jaren. Hè, tussen, laat zeggen, 0 en 16 heb je ook nog in Hoboken gewoond, hè, voor een heel groot stuk. Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan Antwerpen? Aan Antwerpen? Oh, ik voelde me daar altijd goed. Zie je? Maar dat was dankzij mijn grootvader die altijd babbelde daarover, over Antwerpen. En ik was eigenlijk gelukkig als Antwerpenaar. Is nu alles wat er in jouw boeken, en dan bedoel ik de autobiografische boeken, geschreven is, klopt dat met de realiteit? In grote lijnen wel, ja. Ja, alle details kloppen niet. Maar ik ben nogal een voorstander van... journalistiek, de echte journalistiek, die aan de feiten, dus de new journalism, hè, die aan de feiten beantwoorden. En dat probeer ik zoveel mogelijk te volgen, zie je. Al de details die je nog weet, zelfs vanuit je hele jonge jaren, dat is markant. Ja, maar ik heb nogal een goed geheugen, zie je, dus... dat is heel raar. Als ik ik kwam nu van het stadhuis naar hier en ik deed mijn ogen half dicht. En het was precies alsof ik in een film rondliep waar ik de acteur was en dat ik kon zien hoe ik speelde, zie je. Dus dat was zeer vreemd. En ik heb daaraan toegegeven. Het pand nummer 11
In de smalle Haarstraat ziet er even vervallen uit. Wij hebben ondertussen ons best gedaan, hè, tussen haakjes. Dat wil dus zeggen, de chef is zowat, ja, pakweg 30 jaar nadat je hier geboren bent, of 40 jaar. Ja. Zoiets, hè. Zijn we terug gaan rondwandelen hier in de buurt. En dus, dat pand ziet er vervallen uit, toen. Hè. De bepleistering is gebarsten. De hoge, smalle voordeur is schel groen geverfd. Daar hebben we een foto van, want die deur die staat nog altijd in onze kelder. Ja, ik zal het dan heel graag doen. Dus u bent zo dadelijk allemaal van harte welkom op het stadhuis. Waar nog een woord gezegd zal worden, omdat men dacht dat het ging regenen, maar het is prachtig weer. Dus het regent absoluut niet. En waar ik u ook allemaal uitnodig om het glas te heffen op de gezondheid van Jeff. Dat gezegd zijnde brengt mijn assistente nu de bagage. Ja, dankjewel meneer Heijmen. En bedankt dat u dat even hebt ingevuld. Ik heb namelijk nog iets teruggevonden, Jeff. Het huis is helemaal gestript. Er schiet niks meer over van wat het vroeger was. Maar het enige dat ik nog heb gerecupereerd, dat is de deurbel van in een tijd. Dus dit geluid dat we nu zo dadelijk gaan horen, dat heb jij ook gehoord als kind, neem ik aan. Want ik zou dan willen vragen. Wil u er even mee klingelen? En dan trekken we. Nu moeten we nadenken door het verder. Ja, maar we gaan er niet zo bij. Er zit een belletje in. Ja. Klaar? Oké, we gaan 3, 2, 1 en dan moeten we. Ja? 3, 2, 1. Sta mij toe dat vandaag vooral te beperken en om een aantal literaire redenen aan te halen die ik op de voorgrond wil plaatsen. Paul de Wispelaar noemde Jeff in zijn lessen wel eens de Vlaamse Henry Miller. En de vergelijking houdt stand als je de sensuele, broeierige stijl van Miller kent, maar ook als je bedenkt dat misschien Jeff heel wat jongeren de gangrene reeks als bijkomende bron van seksuele voorlichting gebruikte in het België van toen. Maar net als Picasso verschillende creatieve paden heeft gebaand binnen één leven, heeft Jeff Gerards nog iets anders gedaan, dames en heren, voor de Vlaamse literatuur. Hij heeft de Vlaamse thriller op een niveau gebracht dat literatuur waardig is met veel oog voor research en vooral ook voor detail. Hij heeft als eerste gezien dat de uitdrukking literaire trilogie eigenlijk een tautologie is. Harry. En Nico. Ik ben zeer ontroerd dat ik in dit prachtige gebouw even het woord mag voeren. Ik ben geen redenaar, maar ik ga proberen uitdrukking te geven aan wat ik voelde toen ik weer in Antwerpen kwam. Het was alsof ik als een filmspeler acteerde in een decor dat ik zeer goed kende, namelijk Antwerpen. Een ander ziek. Dank je wel.
stemmen.